Dus er zijn verschillende zeer belangrijke elementen voor wat uh, uh, een strijd tegen terrorisme. Het is eerst en vooral een implementatie van de ver, verschillende maatregelen, beslist in oktober vorig jaar in een algemene plan tegen terrorisme, en tegen terrorisme van buitenlandse strijders, uh, die uh, naar Syrië of naar Irak werden geweest. En dus nu, wij gaan naar een concreet implementatie daarvan. Dat wil zeggen een echt samenwerking met verschillende landen zoals Marokko, zoals uh, Tunesië of Egypte of Algerië. En uh, zal het geval met anderen, voor een uitwisseling van uh, inlichtingen, maar ook voor een aantal concrete maatregelen uh, om meer preventie te hebben met uh, bijvoorbeeld onderwijs en met een aantal van uh, steun vanuit de Europese Unie voor wat in plaats van de, de vrouw in de maatschappij, voor wat uh, een hervorming van verschillende veiligheidsdiensten, apparaten en dergelijke meer, maar ook met echte concrete uh, maatregelen, zoals uh, een samenwerking wat extradities betreft, bijvoorbeeld. Maar uh, ik uh, wil ook zeggen: binnen de Europese Unie het is het mogelijk om meer te doen met een betere gebruik, dus is ook beslist, van de verschillende agentschappen, zoals Europol of Eurojust. Uh, ...in samenwerking misschien met Interpol of met anderen. En wij vragen nog aan het Europees Parlement om verder te gaan met de PNR. Dus om te zeggen, het is mogelijk om een, een aantal... Uh, ex, uh, ...uitwisseling van gegevens, uit rond de vliegtuigpassagiers... ...niet alleen met derde land, maar ook binnen de Europese Unie. Het is zeer belangrijk voor ons uh, om, om dat te doen. Om een echt opvolgingproces te hebben voor alle bijvoorbeeld buitenlandse strijders. Er zijn veel andere dingen te doen voor wat... Uh, onze Europese diplomatie, bijvoorbeeld, zullen we werken nu met veiligheidsattachés in verschillende ambassades, zoals het geval voor verschillende bilaterale relaties van België. hebben We ook militair attaché of veiligheidsattaché voor de politie in verschillende ambassades. Dat zal ook het geval zijn nu op Europese vlak. Waarom? Het is gemakkelijker voor politieagenten om contact te hebben, of voor mensen van Defensie om contact te hebben, dan met uh, andere leden van een, een ambassade, zoals met een diplomaat. Uh, er is altijd gemakkelijker contact tussen mensen met de, een zelfberoep, een zelfactiviteit. En het is het geval op bilateraal vlak, waarom niet met de Europese Unie? Ook verschillende nieuwe acties qua communicatie, bijvoorbeeld in Arabische taal. Het is zeer nuttig om veel beslissingen te nemen, maar het is ook nuttig om in de diensten buitenlandse zaak uh, personen te hebben die mogelijkheid heb, hebben om in een Arabische taal te spreken. Dus uh, wij zullen gaan naar een meer uh, een grotere communicatie naar de verschillende Arabische landen, maar in hun eigen taal. Dat wil zeggen dat, au -delà de des mesures die ik evocé, de mise en œuvre van wat comme in oktober octobre. et de ce que nous souhaiterions voir progresser, comme en matière de PNR, par exemple, et d'échange de, 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 de données, il y a des mesures concrètes que la haute représentante aura l'occasion de, de détailler dans, dans la mise en œuvre, d'avoir des attachés de sécurité dans les ambassades, dans les pays avec lesquels souhaitons travailler sur cette problématique des foreign fighters, notamment dans le monde arabe, mais pas seulement dans le monde arabe, parce qu'il est plus facile pour des... Euh, responsables de la police ou pour des responsables militaires de travailler ensemble, d'échanger des données ensemble que peut-être avec d'autres partenaires. Même chose pour ce qui concerne euh, la capacité de s'exprimer, de communiquer en arabe lorsque des décisions sont prises, lorsque des messages doivent être passés. Donc ce sera aussi un renforcement dans le cadre du euh, fonctionnement du service d'action euh, extérieure. Et c'est important, je terminerai par là, que... Tous ces éléments fassent partie de la politique étrangère de l'Union. Et donc, que dans le dialogue avec tous les partenaires, le débat sur le terrorisme, le débat sur les causes et donc la façon de prévenir, je le répète, par l'éducation, par toute une série d'autres démarches, mais aussi les échanges d'informations sur le suivi de, de terroristes possibles, se fassent de manière systématique. Et c'était l'objectif aussi de cette rencontre assez longue, j'aurai l'occasion de revoir demain sur le plan bilatéral, avec le secrétaire général de la Ligue arabe nous venons d'évoquer très longuement la capacité de travailler ensemble y compris en échange d'informations entre l'union européenne et la ligue arabe sur cette thématique du, du terrorisme. on doit mettre cette thématique à l'ordre du jour de l'ensemble des relations sur le plan euh, bilatéral pas seulement des états mais aussi pas seulement des états membres mais aussi de, de l'union euh, européenne. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Nous allons reprendre les travaux concernant la Libye, mais je pense aussi maintenant concernant, je vais donc y aller, vous m'en excuserez, mais concernant l'Afrique centrale. C'est uh, mon point. Bijvoorbeeld veel dingen doen en beslissen rond mogelijke terroristische aanval in Europa en de uitwisseling van de lichtingen. Maar dat wil niet zeggen dat het mogelijk is om niks te zeggen rond Boko Haram in Nigeria of rond veel andere terroristische groepen in, of wapengroepen in veel andere landen. En dus wij proberen om dat te doen. We hebben gevraagd vanuit België om ook een echte conclusie te hebben rond Centraal-Afrika. Je voudrais vous dire, je vais retourner en séance puisqu'on va poursuivre la, la démarche sur cela. Le fait que l'on porte autant d'attention à la lutte contre le terrorisme en fonction des événements qui se sont produits l'année dernière en Belgique au musée juif, à Paris ces dernières semaines, et, et des tentatives déjouées et peut-être démontées les derniers jours encore en Belgique et ailleurs en Europe ne doit pas nous... Faire oublier que la même démarche doit intervenir un peu partout à travers le monde, comme à l'égard de Boko Haram au Nigeria et dans la région. Et nous avions demandé aussi que l'on revienne sur certains groupes armés en Afrique centrale, ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire demander que tous les partenaires acceptent de jouer un rôle plus offensif, plus militaire, maintenant que les délais sont passés, notamment à l'égard des FDLR dans l'est du Congo. Voilà, peut-être à tout à l'heure si. Vous souhaitez d'autres éléments, mais je vais d'abord rejoindre mes collègues. Merci.